Nou, ik heb ambitie om uiteindelijk bij het eerste terecht te komen, ja. Als assistenttrainer en ja, dat is eigenlijk de belangrijkste ambitie. Dus op korte termijn de A even goed doen, de komende jaren of jaar, dat is even afwachten. Maar uiteindelijk wil ik echt assistent worden bij het eerste, ja. Maar eerst mag Rob Penders komend seizoen aan de slag als trainer voor de A1-selectie. Een nieuwe uitdaging dus. A1 is toch wel, wat ik al zei, het hoogste jeugdhelftal. En daar ligt ook wel de meeste uitdaging, denk ik. Je krijgt al meer... Ja, het is meer richting het eerste toe, hè. De jeugd onder 14, onder 15, wat ik de afgelopen jaren heb gedaan. Het zijn allemaal ventjes die heel goed luisteren, om maar zo te zeggen. Nee, maar die echt heel erg gedreven zijn, nog niet in de puberteit zijn. En ja, één krijg je wel meer met persoonlijkheden te maken. Gelukkig heeft Penders ter voorbereiding zijn trainersdiploma gehaald. Dit jaar het TC1 gedaan, UEFA is dat dan net het eindgesprek gehad, dus eigenlijk net afgerond. Dus ik mag je feliciteren. Ja, dat mag je. Ja. Gefeliciteerd. Dank je wel. Het lijkt er dus op dat de oud-NAC-speler een juiste keuze heeft gemaakt om na zijn voetbalcarrière binnen NAC actief te blijven als trainer. Nou, ik heb wel 3 leuke jaren gehad wat dat betreft. Ja, ik heb geen moeite gehad om te stoppen. Gelijk bij NAC in de organisatie werkzaam gegaan. Ik ben assistent bij Jong NAC geweest, scouting gedaan. Nou, 2 jaar geleden mijn eigen elftal begonnen onder 14, afgelopen jaar onder 15. Assistent bij het eerste geweest, zover dat ik 1 of 2 keer in de week aanwezig was bij een training of een analyse te maken. Dus ik heb me eigenlijk wel prima vermaakt. Penders kan dan ook niet wachten om aan de slag te gaan. Zeker ook omdat de jeugdopleiding steeds belangrijker wordt voor NAC. Ja, je merkt wel een ommezwaai bij NAC. Er wordt steeds meer aandacht aan besteed. Geert Brusselus is echt wel weer bezig om iets van de jeugdopleiding te maken. Er zijn nieuwe trainers, vanuit onderbouw komen een hele goede lichting aan ook. Nou, bovenbouw heeft het wel moeilijk, maar ook daar zie ik voldoende kwaliteit om mee aan het werk te gaan. Dus het is leuk werken. Dat is logisch, want er lopen op het moment behoorlijk wat potentiële profvoetballers rond. Daar loopt wel talent rond, dat is zeker waar. Alleen voorspellen is lastig voor jeugdspelers, want er komen allerlei verleidingen op het pad, hè, van de jeugdspeler. Stappen, uitgaan, vriendinnetjes. Dus het is altijd moeilijk voorspellen wie het uiteindelijk gaat halen. Maar talent is er zeker. Hoe ga je dat volgend jaar aanpakken dan om die stappende tieners een beetje kort te houden? Zelf mee te gaan, denk ik. Nee, goed, dat valt ook wel mee. En het zijn allemaal wel redelijk... als je bij een BVO in een jeugdopleiding speelt, dan ben je wel redelijk serieus. En dan weet je ook wat inhoudt, wat je moet doen. Door de week, maar zeker ook in het weekendje. Ja.